Stenen. Ontelbaar veel stenen liggen er op de Normandische stranden. Stuk voor stuk vertellen ze iets over de ontembare krachten van water en wind. Sommige zijn volmaakt rondgeslepen en spiegelen in de lucht. Maar de meeste hebben een ovaalvorm met diepe gaten waaruit hier en daar heldergroene sliertjes wier groeien. De smalle strook stenen vormt het overgangsgebied tussen continent en oceaan. De scheiding tussen water en land is in dit deel van Frankrijk abrupt. Steile en hoge kliffen bekenmerken de grens. Als een filmdoek reflecteert het witte krijt bij ondergaande zon een spectrum van pastelkleuren. Een decor dat menig kunstenaar heeft geïnspireerd. De Franse schrijver Victor Hugo verbleef er graag. In de zomer kan het weer er aangenaam zijn, maar in de herfst is het er regenachtig en zijn de winters guur. Een lint van kleine dorpjes en stadjes verbindt Le Tréport in het noorden met Avranches in het zuidwesten. In een van die dorpjes, Mesnil-Val, begint mijn verhaal. Het was een koude wintermiddag in februari. Ik had een kamer gereserveerd in het kleinste hotel dat Mesnil-Val rijk is. Een mooi maar vervallen jugendstilpand. De lange barst liep van het dak dwars door de gevel naar beneden om in het grind te verdwijnen. In enkele glas- en loodraampjes ontbraken stukjes glas. Blad van statige kastanjebomen lag in verwervelde hopen op het terras. En om entree tot het hotel te krijgen moest je eerst een verbrokkelde stenen trap op. De melancholieke sfeer zette zich voort in de lounge. Het restaurant en de kamers. Sober en eenvoudig. Lampeertjes aan het plafond, geen centrale verwarming. Maar ouderwetse kleine grijze gaskacheltjes onder de vensters. Mijn kamer ademde de sfeer van de jaren 50 van de vorige eeuw uit. Een houten bed met een gelige sprei aan het hoofd en een lang rolkussen over de hele breedte. Aan weerszijde van het bed stonden twee donkerbruine kastjes met albollige lampjes. Slechts één daarvan deed het. Een bijbel in de laadjes ontbrak. Aan de muur tegenover het bed hing een vergeeld schilderijtje. Een tafereel van kliffen en de zee. De kamer rook een beetje muf. En het behang rondom de wastafel bleek voor een deel uit opgeplakte plastic douchegordijnen te bestaan. De kraan van de wastafel lekte en de bak had een wazige groene vlek op de plek waar de druppels neerkwamen. Bij het opendraaien van de kraan spoot het water in fijne straaltjes door de kamer. Dan plak je de douchegordijnen op de muur in plaats van de kraan te maken, dacht ik. De hotelier en de bediende leken vriendelijk te zijn. Ik dacht de enige gast te zijn. Maar bij het ontbijt van de volgende morgen bleek dat er nog een gast logeerde. Het was een man met een mediterraan uiterlijk, groenbruine ogen en donkere haren die zich in lange slagen om zijn schedel krulden. Mijn oog viel op een iets te patserige gouden ring aan zijn rechtermiddelvinger. Ik zag dat er drie letters in gegraveerd waren. Verder maakte hij op mij een chique en gedistingueerde indruk. Naast de stoel waarop hij zat stond een zwart lederen koffer. We hadden een vluchtig oogcontact en hij groette mij met een knikje. Op vakantie? En u dan? Nee. Vakantievieren is iets uit mijn jeugd. Ik ben hier voor andere zaken. Zaken? Nou ja, meer voor een onderzoek. Een onderzoek? Dat klinkt interessant. Bent u bioloog of geoloog? Ik schoot in de lach omdat ik me zijn gedachten kon voorstellen. Wat zou je in Mesnil-Val anders kunnen onderzoeken dan zee en rotsen? Nee, ik ben pater. Priester. Met wijd opengesperde ogen keek hij mij ongelovig aan. Ik stak mijn hand naar hem uit en stelde me voor. Hugo. Hugo Norsch. Aangenaam. Harold Aatschik. Een pater draagt toch een witte kraag, een boordje om zijn hals? Ook dat is van heel lang geleden, meneer Aatschik. Tijden veranderen. Ik ben verbonden aan een congregatie en doseer geschiedenis aan een seminarie in het zuiden van Nederland. Even was het stil en ik zag aan zijn gezicht dat er nog meer vragen zouden komen.
seminari. Bestaan die dan nog steeds seminaries? Die zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw toch allemaal opgedoekt. Er zijn bijna geen priesters meer, of toch? Ja, daar heeft u wel gelijk in. Maar helemaal verloren is het katholieke leven nog niet. Er zijn nog jonge mannen die erdoor geïnspireerd raken en bevlogen voor deze roeping kiezen. Maar het is zeker wel minder dan enige decennia geleden. Dat moet ik toegeven. En wat brengt u hier, zo midden in de winter? Harold Archik richtte zijn blik naar de hotelier die achter de toog stond. Draaide zich terug naar mij en antwoordde met ingetogen stem. Ik ben journalist van de Daily Newspot, een dagblad uit Londen. En ik schrijf voornamelijk populair wetenschappelijke artikelen voor de zaterdagedities. Op internet kunt u alle artikelen die ik heb geschreven vinden, mocht u geïnteresseerd zijn. Moet u thuis maar eens bekijken. Maar wat brengt u dan naar Mesnilval? Intussen kwam de hotelier aan onze tafels vragen of alles naar wens was. Het ontbijt was rijkelijk en ik complimenteerde hem daarvoor. Ik had gezien dat in de koeling nog een klein bordje fruit de mer van de vorige avond was overgebleven. En, hoewel niet gebruikelijk bij een ontbijt, had ik er toch veel zin in en vroeg de hotelier of ik dat kon bestellen. Dat was geen probleem. En hij zou het komen brengen. Harold Archik wachtte tot de man weer wegliep. Schraapte zijn keel en vroeg. Wist u dat hier in Mesnilval een klein mysterie heeft plaatsgevonden? Mijn adem stokte. Het zou toch niet zo zijn dat we beide om dezelfde reden in het koude Normandië verbleven. Zo groot kon toeval niet zijn. Harold bemerkte mijn aarzeling om te antwoorden en vervolgde met aangezette stem. Een katholiek mysterie. Ja, en dat is precies de reden waarom ik hier ben. U maakt mij nieuwsgierig. Legt u mij eens uit, waarom is dit een interessant item voor een dagblad in Londen? Een beetje bijzonder is het toch wel, nietwaar? Ik ben van plan een artikel te schrijven over de geschiedenis van het katholicisme, waarin immers voor wonderen, verschijningen en profetieën een grote rol is weggelegd. Ik neem aan dat we over hetzelfde geval spreken, de verschijning van een engel aan een eenvoudige boerenvrouw hier in dit dorp. Ja, mevrouw Caton. Ze heeft een boodschap, een voorspelling ontvangen van deze engel. Een bericht voor alle mensen op aarde. Een eindtijdprofetie. Een apocalyps waarover verschillende profeten, niet alleen de christelijke, hebben gesproken. Ook de Maya-kalender, waarover de afgelopen jaren zoveel te doen is geweest, lijkt ernaar te verwijzen. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Maar goed, ik houd me samen met de prior van het seminari, in opdracht van onze congregatie, bezig met onderzoek naar de eindtijd. Vandaar. Harold had intussen een pijp gestopt en stak die aan. Dikke wolken rook dreven er over de tafel. Hij inhaleerde diep en knikte toen geïnteresseerd. Zou het waar zijn, meneer Norsch? Bestaan engelen echt of zijn het hersenspinsels van een eenzame boerin? Onze congregatie bestaat uit diverse seminaries en kloosters, waarvan er 3 in Frankrijk gelegen zijn. In november van dit jaar ontving ik van een van de Franse paters een brief met betrekking tot de verschijning in Mesnilval. Zoals u weet, zag mevrouw Dominique Caton in de nacht van 13 op 14 oktober vanuit haar bed in haar slaapkamer aan een helder wit licht. Eerst dacht ze aan een auto met felle halogenlampen. Ja. Maar het licht was veel intenser en leek vanuit de lucht te komen. Ze liep naar het venster en ontwaarde een cirkel van dansend licht, een engelachtige figuur die zijn stem tot haar richtte. Hij vertelde haar dat hij de brenger van het woord was en verwees naar de verschijning in het jaar 1917 van de Maagd Maria aan 3 kinderen in Fatima, Portugal. De figuur verwees daarbij naar de 3 geheimen die aan de kinderen geschonken zijn en dat het 3e geheim zich zal openbaren, omdat dit de tijd van het einde is. Het geheim openbaart zich in getallen. De brenger van het woord. Ja, ja, wat dat ook mogen betekenen. Hierna vervaagde het mysterieuze licht en verdween de man. Het schijnt dat de vrouw behoorlijk geschokt en totaal van de kaart was. De dag erna heeft ze de nachtelijke ervaring opgeschreven en contact opgenomen met de pastoor in het dorp. Meer informatie heb ik niet. Behalve dat er nog dat op de grond, aan de achterzijde van het huis,
een afdruk in het zand is gevonden. Van een kruis. De lengte van de draagbalk meet 1,53 meter. En de dwarsbalk aan iedere zijde 28 centimeter. Een vreemde verhouding, vindt u niet? Harold trok aan zijn pijp, blies de rook weer uit en zei... Het lijkt erop dat we dezelfde informatie hebben. Slechts de lengtemate van het kruis kende ik nog niet. Inmiddels serveerde de hotelier het bordje fruit de mer. Met een mes lichtte ik een grote schelp op, waarna er tientallen kleine fruitvliegjes opstegen, die als een klein donderwolkje boven de schotel bleven hangen. Ik besloot deze prut niet op te eten en betaalde zonder amok te maken. Harold pakte zijn koffer en stelde voor nog een kleine wandeling door de versgevallen sneeuw te maken. Dat sprak me aan. Buiten was het intussen stevig gaan waaien en stuifsneeuw lag als versteende en grillige golven tegen de huizen. In kleine Normandische dorpjes zoals Mesnilval hangt het 's winters vaak een desolate sfeer. De grote villa's zijn meestal van rijke Parijzenaren en buitenlanders die er zomers vakantie vieren. Kinderen zie je er nooit in dit koude jaargetijde en zelfs auto's zijn heel bijzonder. We liepen in de richting van de kliffen en het joelen van de elektriciteitsdraden en het geklapper van enkele luiken gaf een bijzonder naargeestige sfeer. Terwijl we doorslenterden en ons gesprek een vervolg gaven, verloor Harold plotseling zijn evenwicht, gleed weg in de sneeuw, waardoor zijn koffer uit zijn hand vloog en een dof plofje op de straat belandde. Geërgerd krabbelde hij op en verontschuldigde zich voor zijn onhandigheid. Zullen we samenwerken? Oké, wat zijn je plannen voor morgen? Ik denk dat ik de sfeer in het dorp maar eens ga proeven en wellicht een bezoekje brengen aan de pastoor. Gaat u mee? Harold knikte ja. De wind leek steeds guurder te waaien en zwijgend liepen we terug naar het hotel. Het was koud op mijn hotelkamer. Het waakvlammetje van de gaskachel bleek niet te branden. Lucifers of een aansteker had ik niet en ondanks het riante ontbijt knorde mijn maag van de honger. In mijn tas vond ik gelukkig nog enkele in plastic verpakte koeken die ik haastig verorberde. Veel zin om nog even in de bar iets te drinken en te eten had ik niet. Nadat ik met verkleumde handen nog enkele aantekeningen van de gebeurtenissen van vanmorgen in mijn agenda had gemaakt, besloot ik om 's middags de oude havenstad Jep en het kasteelmuseum te bezoeken. Er zou vast ook een aardig restaurant te vinden zijn.